Welkom bij de algemene tarot reading voor het sterrenbeelden. Deze is voor de weegschaal. We zitten alweer in maart. Wat gaat het snel? Lieve weegschaal. Deze reading kan nooit voor een ieder gelden. Voor elke weegschaal. Het kan niet, want jullie zitten niet allemaal in hetzelfde proces. Dus het is belangrijk dat je eruit pikt wat jij kunt gebruiken. Wat je niet kunt gebruiken, laat je gewoon gaan. Misschien kun je helemaal niks gebruiken, misschien alles. Gebruik je intuïtie. Het is een algemene reading. En alleen een persoonlijke tarot coaching is helemaal toegespitst op jouw eigen persoonlijke situatie. En daar kan ik de garantie voor geven. Oké, maar die garantie geldt natuurlijk niet voor een algemene tarot coaching. Nou, daar gaan we. De situatie wat dwars ligt. Oh, die wou ik. Waar het bewustzijn zicht op heeft. Onbewust. Recente verleden. Advieskaart nabij, toekomst, jij, invloed van anderen, hoop en vrees en die. De conclusie. Oké, voor de weegschaal. Leidraad is source, de bron, je goddelijke essentie. De plek waar we allemaal één zijn en er geen dualiteit is. En die plek zit ook in jou. Het is je goddelijke essentie. Eerst nog even een wat verklarende kaarten uit de set van Sandra en Taylor. Deze kaarten lees ik zowel op de kop als rechtop. Het ligt er maar net aan hoe ze tevoorschijn komen. De Osho lees ik alleen maar rechtop. En de andere tarot lees ik ook alleen maar rechtop, waaronder deze, de Rider-Waite tarot. En dan ga ik ook nog wat extra verklarende kaarten vragen. Oh. Zo. En dan wil ik nog een verklarende kaart, de advieskaart bij de toekomst. En deze voor je, bij jou. Oké. Nou, ja. En dan nog even wat uit de surrender set laten vallen. Oh. Dat ging niet goed. Dus ik doe hem even overnieuw, sorry. Ja, zo wil ik ze graag zien. Eruit zien floepen. Nog één. Ja, oké. Die ging helemaal goed. Oké, bron. De plek waar we allemaal één zijn. Dat zit in ons. En het zit ook buiten ons. In het spirituele rijk. Wat we niet kunnen zien. Maar het zit dus ook in ons. Het is niet zo dat je het goddelijke alleen buiten jezelf kunt vinden. We zijn allemaal geschapen naar het evenbeeld van de bron. De schepper. En dus zit er ook iets goddelijks in ons, waar we contact mee kunnen maken. En dat is ook verbonden met onze intuïtie, innerlijke stem en de bron buiten ons, die probeert ons vaak te bereiken met allerlei berichten, ideeën, dubbele getallen, synchroniciteit. En dat resoneert dan weer met onze bron in ons. He, want dus dat is dat één zijn, die eenheid. Eén zijn met de bron. En hoe meer je één bent met de bron, hoe meer aanwijzingen je zuiver door kunt krijgen. Wat voor jou bedoeld is. En één zo'n
ook zou synchroniciteit kunnen zijn dat jij toevallig op het YouTube-kanaal terechtkomt en deze video bekijkt en dat je weet met jouw goddelijke essentie, oh jee, dit is geen toeval, dit bericht is voor mij bedoeld. Nou, de bron. In onze westerse maatschappij zijn wij heel erg afgeraakt van die bron. Hier ligt die ook weer. Dit gaat over één zijn. Deze weegschaal voelt zich nog niet helemaal verbonden met de bron en de mensen die ook niet met helemaal één met mensen. Zo voelen we ons als wij meer heel zijn, onvoorwaardelijke liefde voor onszelf hebben, dan en onze connectie met de bron weer hersteld hebben, met onze vrouwelijke energie, met onze intuïtie, met het goddelijk zelf. Dan voelen we ons één met de kosmos, maar ook met alle mensen die in die kosmos zijn. Dat wil niet zeggen dat je met iedereen kunt opschieten, met iedereen kunt omgaan. Hè? Want niet, kijk, met de mensen die nog niet geconnect zijn met de bron, die leven nog heel erg vanuit angst, maar dan heb je die mensen toch lief vanaf een afstand. En hoop je toch het beste voor die mensen, dat ook zij de connectie met die bron weer kunnen herstellen en uit die dualiteit komen. Dat is die liefde voor de mensheid. Maar bij deze weegschaal ligt onvoorwaardelijk kunnen liefhebben nog dwars. Op het een zijn met mensen. Hè? Want liefhebben betekent niet alleen je geliefde liefhebben, maar te weten, ik heb de mensheid lief, want ja, we zijn één. En wetende dat een heleboel mensen met oude pijn rondlopen, en dan juist te weten van, ja, die reis naar onvoorwaardelijke liefde moeten we allemaal maken. En dat ego hebben we dus ook allemaal. En het ego wat we scheppen als we steeds verder verwijderd raken van de bron. En als kind gebeurt dat dan al. Dan te maken krijgen met ouders die ook niet in staat zijn om onvoorwaardelijk lief te hebben. En dan krijgen we te maken met conditioneringen uit het massabewustzijn. Dat doet wat met ons zelfvertrouwen. We worden in de steek gelaten. Gevoelens van verlating. Afwijzing. En dan krijgen we wonden. Psychische wonden. En dat maakt ons vaak afhankelijk. En dan komen we vaak in een codependentie. En het maakt ons afhankelijk van dat we graag willen dat anderen ons gelukkig maken. En als we in die afhankelijkheid zijn, dan kunnen we vaak niet onvoorwaardelijk lief hebben, want dan voelen we ons ook vaak in de steek gelaten door mensen die het niet met ons eens zijn, die verschillend over dingen kunnen denken. Voelen we ons daardoor niet verbonden, terwijl dat nou juist liefde, liefhebben onder voorwaarden is. Maar zo zijn we het vaak wel gewend in onze jeugd, dat we liefde krijgen als we mensen plezieren, iets voor mensen betekenen, mensen met mensen meepraten, vooral doen wat mensen fijn vinden. En gaan we met die meute mee, met de schapen mee. Hè? We volgen. We volgen wat binnen de normen en de waarden goedkeuring weg kan dragen. Hè? Binnen dat schapenbewustzijn. Dus zijn we eigenlijk afhankelijk wat andere mensen van ons vinden, maar wat wij ook van andere mensen vinden. En dat maakt ons codependent. Deze zegt ook van de droom, hè, je ziet hier iemand die kijkt meewarig naar een droom.
Hè, van dat, oh, als die prins op dat witte paard maar komt, dan word ik gelukkig. En dan kan, ja, een ander kan mij dan dus gelukkig maken. Nou, dat is niet waar. Want de heelheid om gelukkig te kunnen zijn met een ander, zoals op hier op die kaart heel mooi wordt aangeduid met de bomen, moeten we eerst stevig geworteld zijn in onze eigen grond. Stevige basis hebben in onszelf. Met veel zelfliefde. Stevig staan. Dus in zowel ook in onze mannelijke kracht. Maar ook in onze vrouwelijke energie. Zodat we ons kunnen verbinden. Vermengen. En die vrouwelijke energie is zacht. En de mannelijke energie is krachtig. Maar omdat we dus gewond raken, hè, soms al vanaf die baarmoeder, als we ongewenst zijn, of onze moeder die zit zelf niet in balans, of we worden vaak dan afgewezen, verlaten. En dan beginnen we onszelf minder waard te voelen. Eenzaam. Eenzaam, verlaten. Niet bemind. Niet goed genoeg. Dat. En dat is de ziekte eigenlijk van de mens. De psychische ziekte. Dat we ons niet... dat we onszelf niet lief hebben. Omdat we een hele tijd hebben geloofd wat het massabewustzijn over ons vindt. En onze ouders waren daar ook een onderdeel van. En dat zijn we gaan geloven. En dan gaan we een ego creëren, te scheppen, om onszelf te beschermen tegen de angst voor afwijzing, verlating. En we gaan afhankelijk worden van dat die ander ons gelukkig moet maken. En het dan, als we dat dan niet krijgen van die persoon zoals wij het graag willen, dan komt de liefde al op losse schroeven te staan. En dat is natuurlijk geen echte liefde. Deze weegschaal, daar ligt de laziness kaart bij. Het is een confronterende, deze. Want deze wil eigenlijk niet groeien. Die verzet zich tegen groeien. Die vindt ook dat een ander moet groeien en hij of zij niet. Vindt dat hij alles al bereikt heeft in die buitenwereld. En dat het nu tijd is om achterover te kunnen zitten. Cocktailtje te drinken, slofjes aan. En is van mening dat er geen verandering meer hoeft plaats te vinden. Omdat je het toch allemaal wel hebt gezien en hebt bereikt. En dat er niet meer is dan dat. Deze houding is van het ego. Het ego die eigenlijk niet wil groeien. Het ego die ook niet naar binnen wil kijken. Die ook alles bij het oude wil houden. En die niet openstaat voor verandering. Het is eigenlijk een luiheid om te groeien. En dan kun je ook denken dat je dan maar in een relatie blijft. Terwijl er alleen al lang geen groei meer in zo'n relatie is. En dat kan een werkrelatie zijn, dat kan een liefdesrelatie zijn, dat kan een familierelatie zijn. Men blijft dan zitten waar hij zit. En staat eigenlijk stil. Dit is ook, kan ook een wat dominante houding zijn. Van, ik weet het beter. Of dat een ander altijd moet veranderen en jij niet. Dus... daarom ligt dan ook die kaart van onvoorwaardelijk kunnen liefhebben dwars. Want dat is deze houding die dan dwars ligt op onvoorwaardelijk kunnen liefhebben. Maar dit is een beschermingsstrategie. Dit is niet wie jij werkelijk bent. Dit is een houding om jezelf te beschermen. En vooral om verlaten te worden of afgewezen te worden. Want zo lees ik dat omdat deze kaart daar ligt. Af en toe voel je je ook heel erg eenzaam. Maar deze houding maakt ook eenzaam. Omdat je dan iets van je afstoot. Of dat je door anderen wordt afgestoten.
Want ja, dat is eigenlijk wel duidelijk. Codependency dus. En de bron, de opgestegen meesters, hopen dat jij de oude conditioneringen los gaat laten, wat jij hebt geleerd in dat massabewustzijn. De mensen die zeg maar dezelfde normen en waarden binnen dat schapenbewustzijn, terwijl jij eigenlijk vanuit je essentie voelt, vanuit je bron voelt, dat jij helemaal niet zo wil leven. Dat jij iets anders wenst. Meer vanuit je hart te leven, meer vanuit je gevoel te leven, meer vanuit je intuïtie te leven, meer vanuit je goddelijk zelf te leven, vanuit goddelijke waarheid te leven. Vanuit één zijn en niet vanuit angst. Maar dan moet je dus uit het massabewustzijn durven uitstijgen. En als je dat doet, dan ja, krijg je natuurlijk met het collectief te maken. Die mensen gaan erop reageren en dan word je inderdaad afgewezen. Of inderdaad word je met oude overtuigingen gebombardeerd. Wat dan vaak gebeurt, is dat degene die er bovenuit wil stijgen, die gauw weer in die schaapskooi terechtkomt. Het advieskaart nabije toekomst is dat om niet te laten gebeuren. Laat je niet beïnvloeden door het schapenbewustzijn. Maar deze is natuurlijk ook, laat een overtuiging los dat je niet hoeft te groeien. Dat het leven niet gaat om groei en ontwikkeling. Maar dat het leven bestaat uit veiligheid en valse schijnzekerheid, hard werken, iets bereiken in de buitenwereld en dan pleziertjes najagen, zoals cocktailtjes, slofjes. En op zich is het helemaal niks tegen slofjes hoor. Want maar het gaat om de houding hè, van ik hoef niet te groeien, ik hoef niet te leren, ik hoef me niet te ontwikkelen en ik hoef ook niet naar mezelf te kijken in hoeverre ik zelf mijn eigen lijden schep. En hoeveel ik zelf mijn eigen eenzaamheid schep. En als je daarnaar durft te kijken en daar niet lui in bent, dan zul je bij jezelf gaan zien en daar ook voor openstaan in hoeverre jij zelf nog niet in staat bent om onvoorwaardelijk lief te hebben. En dat je daardoor ook vaak in eenzaamheid belandt, omdat je dingen van mensen verwacht wat niet onder onvoorwaardelijke liefde valt. Deze weegschaal is overigens wel al naar binnen gekeerd. Iets gaan, ja, je mediteert waarschijnlijk toch wel veel. Maar wat heel belangrijk is dat je ook in emotie durft te duiken, hè, want dit is water. En water staat voor emotie. Maar ook allemaal ook ga heel bewust gaat luisteren van welke stemmen van die schapen heb jij in je hoofd. Die jou nog steeds eigenlijk blokkeren om je één te voelen met anderen? Welke stemmen zorgen er voor afscheiding, voor veroordeling, voor voordat je. Kijk, in hoeverre verlaat jij mensen met je eigen overtuigingen? In hoeverre wijs jij mensen af met jouw eigen overtuigingen? Uit angst om verlaten te worden? Het zijn allemaal ja, bewustwordingen die jou verder kunnen helpen. Als je deze houding laat varen van ik hoef dat niet, dat is voor mij niet van toepassing. Je hoge zelf hoopt dat je dan ook weer gaat, ja, met toewijding gaat werken om die dwaas weer in jou wakker te maken. En want die dwaas die heeft die onschuld van dat kind hervonden en die vertrouwt op het leven. Die vertrouwt ook op de goddelijke essentie. Die vertrouwt op die bron. Dat de intuïtie altijd werkzaam is. En dat je dus rustig in het onbekende. Je kunt rustig die vrije val maken. Je hoeft je niet vast te houden aan je beschermingsstrategieën. Sterker nog, laat het gaan. En probeer je vooral ook met betrekking tot invloed van anderen. En in hoeverre jij invloed op anderen hebt, je in die rivier van leven te begeven, in dat water te begeven en ga met die stroom mee.
Hier zet je de stroom mee stop. Hier zet je groei mee stop. Terwijl die rivier van leven wil blijven stromen. Die wil blijven vernieuwen. Die wil blijven groeien. Die wil blijven ontwikkelen. En die eenheid, dat één zijn bereiken. Maar dan moet je ook wel durven om die vrije val in je leven te maken. Deze zit stak. Deze zit vast in oude overtuigingen. Ja, dat eigenlijk. Dus ja, het advies eigenlijk om... hartstikke goed van je oude weegschaal dat je al heel erg al begonnen bent met meer naar binnen te keren. En dan zul je ook, als je er voor open staat... Maar je komt dan misschien ook wel, als je de binnenkant deze houding tegen... Dat er een stem ook in je hoofd is van... Nou, dit hoef je allemaal niet te doen hoor. Dit is flauwekul en... Het ligt meer aan die ander en die andere moet maar veranderen. En dan is het eigenlijk heel erg moedig als je daar dat durft te zien in jezelf. Want dat is natuurlijk een schaduwkantje. En ja, ik ben een coach voor heling. En zodat we onvoorwaardelijk kunnen liefhebben. Hè? Maar om dat te kunnen moet je oude pijn... En oude conditioneringen los gaan laten. En je ego-strategieën. Dus dat zul je wel eens tegen kunnen komen in die meditatie. En hoe meer jij dat durft te aanschouwen, hoe minder kracht deze zal hebben. En ga er steeds aan voorbij. Probeer er steeds aan voorbij te gaan. Van deze stem die tegen je zegt van nou, je hoeft niet te groeien, je hoeft ook niet te helen, dat is allemaal niet nodig. Je kunt het lekker allemaal bij het oude laten. Ja, als je oude conditioneringen loslaat en je afhankelijkheid en dat je dus onvoorwaardelijk leert liefhebben, dat je één gaat voelen met je eigen mannelijke en je vrouwelijke energie, als je dat integreert. Je mentale lichaam gaat zuiveren van overtuigingen, maar ook je emotionele lichaam gaat zuiveren qua emoties, oude pijn, dan zul je hele liefdevolle connecties aan gaan trekken in de nabije toekomst. Maar hiermee saboteer je liefdevolle connecties, want dan weet je het altijd beter en dan heb je onder voorwaarden lief en dan moeten mensen toch een beetje met jou eens zijn. Met je meepraten. Dat saboteert een liefdevolle relatie. Het is een innerlijke strijd wat dit geeft. Je hart zegt iets, maar en de schapen om je heen, en wat je ook geleerd hebt hè, van de schapen, dat zijn deze koppen, stemmen, dat geeft soms een innerlijke strijd. Deze zorgt ook voor een innerlijke strijd. Dat zegt deze kaart ook. Maar als je daar steeds meer van bewust wordt, dan kun je daaraan voorbij. Steeds aan voorbij aan deze houding dat je niet wil groeien of dat je het moeilijk vindt om te groeien of het ego wat je tegenhoudt. Eigenlijk moet je continu een inhaalspelletje spelen met deze energie in jou. Want dan kun je overvloed scheppen. Innerlijke en uiterlijke rijkdom. Dit is de mooiste kaart die je kan treffen in deze set. Moet je eens kijken wat er voor jou ligt. Wat er eigenlijk, waar je naartoe wordt geleid. Maar wat nu nog een beetje dwars ligt. Je stelt nog voorwaarden aan liefde. Uit angst voor afwijzing en verlating. En dus oude afhankelijkheidsgevoelens van anderen. Maar het ligt allemaal klaar. Ja. Nou, heel mooi. Innerlijk kindwerk. Moeder, koesterende moeder met het kind. Dit is waarschijnlijk ook wat je hebt gemist in je jeugd. Vanaf de baarmoeder is dat dan al ontstaan. En ook met de opvoeding heb je wellicht niet die koesterende zorg ervaren van die koesterende moeder. Kijk, het is mooi hè, dat deze kaart naar voren komt. Dit zijn de extra kaarten, bonuskaarten uit de Rider-Waite Tarot. Er zitten 4 extra kaarten in. Het zijn waaronder deze. Het is een hele mooie. Innerlijk kind. Ja. Ego-strategieën geeft lijden. En saboteert relaties. Saboteert liefde.
Waardoor je je afgescheiden voelt, waardoor je je in de steek gelaten voelt, waardoor je je eenzaam gaat voelen. Waardoor je ook van mensen dingen verwacht wat niet met liefde te maken heeft. Dus ja, advies voor deze weegschaal is om oude conditioneringen vooral los te laten. En ja, innerlijk kind pijn te verwerken en voor jezelf die koesterende moeder te zijn. Verwacht niet van een ander dat die ander jou altijd met jou eens is of jou begrijpt. Of jou geeft wat jij nodig hebt. Want dat maakt je afhankelijk van die ander. Het is de bedoeling dat jij dat jezelf gaat geven. Alles wat jij als kind gemist hebt aan begrip, aan koesterende zorg, aan die troost. Dat je je emotioneel in de steek hebt gelaten, hebt gevoeld. Dat je dat zelf bij jezelf gaat helen. En dat je alles jezelf gaat geven wat je eigenlijk van een ander wenst te ontvangen, want dat is deze energie. Je wil het eigenlijk van een ander ontvangen. Het zij van een vriendin, het zij van je geliefde. Maar dat maakt je dus afhankelijk, emotioneel. Oké. Surrender to your soul's path. Geef je over aan het pad van de ziel. En dat is dus inderdaad groei. Growth. Designed for soul's growth. Deze houdt dat tegen. Hè? Die zegt, nee, ik hoef niet te groeien. Ik heb alles al bereikt. Maar het pad van de ziel is wel degelijk dat je overgeeft aan je eigen groei, ontwikkeling en heling. En dat je weet dat aarde een leerschool is. En dat we onze lessen moeten leren uit onze ervaringen. Ook vooral in relaties ook. En dat het belangrijk is om ons uiteindelijk over te geven ook aan onze intuïtie. Onze goddelijke essentie. En onze innerlijke stem. Dat we gewaar worden, de gevoelens gewaar worden, inzichten gewaar worden, aha-ervaringen krijgen. En dat dat ons leidt naar onvoorwaardelijke liefde en eenzaam. In plaats van de dualiteit en afwijzing en veroordeling. Want dat maakt ons heel erg eenzaam. Maar het begint natuurlijk dat je jezelf niet afwijst. En dat je een koesterende moeder gaat zijn voor jouw innerlijke kind. Nou, dat was het, lieve weegschaal. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Maar heb je meer nodig, dan kan ik jou waarschijnlijk wellicht bij helpen. Als je dat intuïtief voelt, van hey, aha, daar moet ik zijn. Die kan mij verder helpen op de pad van mijn ziel. En als jij die houding dan durft te laten varen, dan zul je niet veroordeeld worden, want ook ik heb deze houding gehad. En meerdere met jou. Want dit is gewoon ons ego. Die niet wil groeien. En die het moeilijk vindt om blokkades uit het verleden nog te helen. Dat was het. Dank voor het kijken. Onderaan deze video staat een link naar mijn website. En dan kun je me bereiken voor een afspraak te maken. Als je dat wil. Als je dat wenst en intuïtief aanvoelt. Zo niet wens ik je een fantastische maand maart. En dan tot volgende maand. Heel veel liefs. Bye bye.